Strieder traint al mee tot aan de partijvorm. Dus hij mag de duels nog niet aan. Maar positiespel, paas en trap en dat soort dingen, dat kan hij allemaal meedoen. Dus het gaat wel de goede kant op. Link, wat voor indruk heb je van de spelersgroep nu je een paar weken aan de gang bent? Nou ja, het is 14 dagen, geloof ik. Dus het is allemaal nog niet eens zo lang. Met 3 wedstrijden. Het is een groep die graag wil. Dat merk ik ook. Tegen Feyenoord zie je ook de wil. En de kansen die je toch nog weet te creëren tegen een ploeg als Feyenoord. Zeker de tweede helft. De eerste helft was een beetje angstig. De tweede helft gooien ze een beetje de schoon van zich af. En krijgen ze ook de kansen. Wat ik ook zei, dat zie ik ook. Het is allemaal nog eventjes net niet. En we hebben geen tijd meer. Het moet net wel worden dat beter gaat lopen. Nou, daar trainen we op. En dat probeer je per training daar beter in te worden. Dat iedereen een beetje weet hoe ik het wil hebben. Ja, dat gaat niet in één dag. Niet bij een PV of Ajax. En ook niet bij Utrecht. Ze zullen toch ook een beetje aan mij moeten wennen. Maar nogmaals, ik hou van duels winnen. Een portie agressiviteit rot wordt. Maar wel dat ze agressief spelen, dat ze laten zien dat ze willen winnen. En daar kan je al een hoop mee winnen. En dan komen ook je individuele kwaliteiten beter. Nou, dat zie je soms op de training, zie je dat in een keer terug. Al zijn we nog steeds niet in die formatie die ik denk dat het is. Wat ik in mijn hoofd al heb, maar die er nog niet is. Staat er veel druk op de wedstrijd tegen NAC? Ja, iedere wedstrijd. We krijgen nou 4 wedstrijden. En met dan het weekend van Nederland zelf ertussen. Ja, dan moet je punten halen. Niet meer vragen hoe die tegenstander speelt. Wij moeten punten halen. En dan moet die tegenstander ook. Maar we moeten nu alleen naar onszelf kijken. Van de degradatieplek, voelt het zo? Nee, dat voel ik helemaal niet. En daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Deze groep heeft gewoon veel te veel kwaliteit om daar straks onderuit te komen. Dat gaat een keer lopen. Want dat zie ik ook op bepaalde momenten op die training. Ja. Daar word ik soms wel vrolijk van. Ja. Als ik eerlijk ben. De dingen die je ziet. Ja. Word je vrolijk. Ja. Hopelijk komt zelfs tegen MVV waren het al 16.000 mensen. Dat was een enorme ambiance. Ja, en die mensen onze fans hebben we echt nodig hoor. En onze spelers moeten gewoon zorgen dat publiek blijft komen. Dat is bepalend. Als ze de agressie zien, ze willen naar voren, ze willen winnen. Als het publiek ziet dat spelers willen winnen, ja, dat zien ze graag. En dat zou echt moeten komen. Nou, dat is een bepaalde gewenning. Ook naar mij toe, ten opzichte van die groep.